Cabaretier en tekstschrijver Seth Gaaikema uit Schijndel is vanmiddag overleden. Hij werd 75 jaar. Gaaikema was de meester van de woordspelingen. Hij stierf na een kort ziekbed in het Jeroen Bos ziekenhuis in Den Bosch. Ik weet ook wat Lubbers gaat doen als hij nog eens een keer weggaat. Die gaat beginnen een voorbehoedsmiddelenzaak voor hypocriete CDA's. Lubbers van Lubbers. De carrière van cabaretier Seth Gaaikema begon al in 1967. Maar in de jaren 80 en 90 kreeg hij bekendheid bij het grote publiek met zijn oudejaarsconferences. Ik hoor hem al vragen. Moet er een zakje om? In de jaren 50 begon Gaaikema als tekstschrijver van Wim Kan. Maar hij was ook een gevierd vertaler van bekende musicals als My Fair Lady, The Phantom of the Opera en Miss Saigon. En hij schreef ook zelf musicals. Met de voorstelling Wat ik nog graag zou willen nam hij dit jaar na 55 jaar afscheid van het theater. Zijn laatste voorstelling was op 19 januari in Groningen. En vandaag overleed hij dus in Den Bosch op 75-jarige leeftijd.